Ook voorafgaand aan de zondagdienst was er maar één ding waarover werd gesproken. Schandalig in één woord. De pastoor die heeft zich aan de wet gehouden. He, de bisdom schreef dit voor. Als er klachten zijn, moeten ze naar het bisdom gaan. Die is degene die het kan veranderen. Nou, ik wil eerst gaan luisteren wat ze in de kerk zeggen en dan kan ik daar pas een mening over geven. Je moet er met die regels heel goed mee om kunnen gaan. Maar ja, er zijn toch omstandigheden wanneer daar de menselijke aspecten voorop staan. Ondertussen wordt Nobertus van der Sluis in de luwte gehouden, zoals het bisdom het zelf omschrijft. Voor de zondagsmis werd er zelfs een Nederlandse pastoor uit Siberië ingevlogen. Hij zei tijdens de Eucharistieviering dat lijden en dood bij het leven horen. Het kerkbestuur eist excuses van Van der Sluis. Wij als kerkbestuur staan achter het beleid van de pastoor als het gaat over euthanasie. Maar wij zijn het niet met hem eens als het gaat over het feit dat hij de kerkdeur sluit als er iemand begraven moet worden die euthanasie gepleegd heeft. Ik kan me voorstellen dat hij dan zegt van nou, ik trek me terug en ik laat een ander dat doen. Maar de deur sluiten, dat kan niet. Over 2 weken is er een gesprek met hulpbisschop Mussaerts en de Perugianen. Hij zal er uitleg komen geven over de kerkelijke wetgeving en het kerkelijk recht. Maar voor sommigen is het nu al duidelijk wat er moet gebeuren. Zou u het liefst zien hier in uw parochie? Dat de pastoor vertrekt, dat zou ik het liefst zien. En dat er dan toch een oplossing komt.